Ik ben nog wel even benieuwd van, ik heb hier een beetje de indruk. Maar volgens mij gaat het allemaal eigenlijk wel heel erg prima. We zitten hier natuurlijk niet voor niks. Dus waar kan ik jou mee helpen? Waar loop je tegenaan? Waar kan ik wel wat coachen? Weet je, afgelopen weken is het een enorm gevecht geweest. Okay. Zeg maar, tijdens het interview wat ik toen heb gehad van een psycholoog. Het bleek van dat ik niet geschikt was voor het PDG. Oh, oké. En met name zeg maar geen... Dus maar, als er geen twee dingen. In eerste instantie was je wel geschikt, want je had het HBO-diploma. Dat kwam daar samen kwam voor en, in het... Ja, maar toen had je nog een gesprek met de psycholoog. Ja, klopt. Eenmalig gesprek? Eenmalig gesprek, ja. En die gaf aan in het rapport modeling. En daarna kreeg je een rapport, zeg maar, toegestuurd. Met zijn bevindingen erin. Ja. Ja. En wat deed dat met je? Ja, ik was pist. Weet je, je gaat er naar heen en je ziet ze dat je zeg maar de eigenschappen die je nodig hebt voor een opleiding, die bezit ik. Ja. Met name voor niveau 2 cursist. Ik had het HBO niveau aangetoond. Ja. Dus, dat vond je heel moeilijk, maar wat vond je precies moeilijk? Wat voelde je daarbij? Ik voelde erbij van dat ik een beetje in het ootje werd genomen. Ja. Nou, van, ze deden ze voor als kinderen, zeg maar, ja, telefoontje, naar buiten kijken en denk van, ja, dan moet je zo wijzen van, ja, door het telefoontje even weer, denk van, waar zijn je bezig? Dus in de algemeenheid kun je natuurlijk wel een aantal dingen aanleren waar je dan weet, nou, zo zou ik daarmee om willen gaan. Ja, ja. En een paar weer tools krijgen. Ja, dat is precies. Zo, ja, maar... En dan, nou, dat zou mooi zijn als je er in ieder geval wat aan hebt. Ja. Dat je het gevoel hebt dat je een stap erin gemaakt exact, hebt. Ja. Als ik dat al voel, dan ben ik al op een goede weg. Ja. En heeft dat ook nog iets met zelfvertrouwen te maken? Dat je dat meer zelf, in dat stukje nog meer zelfvertrouwen krijgt? Het zou kunnen dat het een combinatie is van een stukje zelfvertrouwen. Ja. Ik bedoel, ik heb wel zelfvertrouwen dat ik zeg maar, zo'n groep binnenstap. Ja. Dus ik ben niet bang zeg maar, om zeg maar, een groep binnen te komen. Maar een stukje zelfvertrouwen misschien nog iets meer op te bouwen van, nou ja, ik wat zekerder staan in een groep. Ja. Dat is ook een, dat hoort allemaal bij, zeg maar, het ontwikkelen. Ja. Ja, dus de sensitiviteit is natuurlijk een heel breed woord. Ja, precies. Ja. Dus, ja, dus nou, dus dan kom ik nog even terug op de hulpvraag, want ik vind het wel heel belangrijk dat je er zelf goed achter staat, wat we dan gaan doen. Kun je hem dan nog eentje, want ik heb hem opgeschreven, maar is hij dan zo goed? Hoe kan ik cursisten bij de les houden als ik theorie uitleg, zodat ze niet erheen komen of schreeuwen of wat dan ook. Ja. En dus zodat ik aan het eind van de les de opdracht heb afgerond of een doel met de les bereikt heb. Ja. In feite, want je hebt misschien wel eens andere dingen met je les. Ja, ik bedoel, even een andere werkvorm tussendoor, toch een beetje afwisselen van, maar dat is het belangrijkste punt van... Als je jezelf dan een rapport uit moest geven van hoe groot is de kans dat dit gaat lukken voor de kerst? Kun je daar, wat denk je? Nou, ik ben heel leergierig en ik pak heel dingen toch wel snel op, dus... Ik denk dat ik 7 en 7 moet halen.